Den Haag is een bootpendeldienstrijker. De Willemsvaart vaart iedere doordeweekse dag op aanvraag van Den Haag Hollandspoor naar de Binkhorst. De boten zullen stoppen bij Hollandspoor om mensen te laten instappen. Als beginpunt en misschien in de toekomst ook als eindpunt. En je kunt dan naar Capriole en naar Mama Kelly en naar de Compaan. Dat zijn bekende locaties. Daar zijn kaders waar mensen kunnen in- en uitstappen. En dan ben je eigenlijk heel dicht bij alle bedrijven en toekomstige woningen in de Binkhorst. Waarom is het leuk om met de boot naar de Binkhorst te gaan en niet gewoon met de bus? Je kunt altijd met de bus, met de fiets, met de benenwagen naar de Binkhorst toe. Het is ook wel lekker om met de boot. Het duurt helemaal niet lang. Je hebt maar een paar stops. Maar de afstand Hollandspoor naar Mama Kelly of Compaan is 12 minuten. Dus je bent er zo, het is heel relaxed. Je kunt je krantje lezen, je kunt een ontbijtje nog doen op de boot. Je kunt bellen en misschien tegen de wind in ook nog een beetje roken. Alles kan. Waarom heeft juist de Binkhorst potentie voor deze ondernemer? Het is een groeiplekje. Zoals je ze in Den Haag niet veel hebt. En ik wil graag laten zien dat het water in Den Haag heel goed gebruikt kan worden. Niet alleen door mij, door anderen ook. Binkhorst ligt aan het water overal. Er zijn havens, er zijn aanlegplaatsen. Het is er allemaal al. Je kunt gewoon beginnen. We zijn er toch. Dus waarom zou je het niet doen?